moslim of geen moslim, laten we lering trekken uit de bijzondere gebeurtenis waarbij Abraham het dierbaarste wat hij had, namelijk zijn enige zoon Ismaël, moet opofferen aan God. Dit zei de voorzitter van de Surinaamse Moslim Associatie, Michael Suban, vandaag bij de viering van het offerfeest Idul Adha. Volgens de SMA-voorzitter moeten we opofferingsgezind zijn en onder meer alle wraak en grieven opofferen. We moeten kunnen opofferen. Niet alleen maar om vlees te eten moeten wij offeren. We moeten alle onze grieven kunnen opofferen. Alle wraak en haatgevoelens moeten wij kunnen opofferen. We moeten alle oneenigheid en ruzie moeten opofferen. We moeten geraken tot vrede en behulpzaamheid, liefdadigheid, om van Suriname en van de wereld, van Suriname een mooi en vredig land te maken en van de wereld een wereld van godsgelovige mensen te maken. Minister Mohamed Noor Salim van Binnenlandse Zaken heeft de moslimgemeenschap toegesproken op het Onafhankelijkheidsplein. In zijn boodschap, die hij namens de regering bracht, zei hij dat Idul Adha niet alleen een uiting van een geloofsbeleving is. Het is veel meer dan een religieus gebeuren, zei Noor Salim. Het is ook een groot sociaal en familiair feest waarbij vreugde, geven en delen met anderen extra wordt benadrukt. Het offerfeest gaat dus niet enkel en alleen over het offeren van slachtvee, maar staat ook voor broederschap, solidariteit en het kweken van offervaardigheid als deugd. Ten einde de onderlinge eenheid, saamhorigheid en solidariteit te vergroten om een sterk en hecht volk te worden. Op deze dag is het van belang dat het volk, Surinaams volk, waar zij wil doen, deze deugden van offervaardigheid, om het zo te noemen, ja, maar dat leer je eruit, zich eigen maken, omdat dat een belangrijk, om het maar, ingrediënt is voor vooruitgang en ontwikkeling van Suriname. Ja. We moeten voor elkaar, we moeten willen offeren, we moeten willen delen. Het gaat niet slechts om slagvee, op die dag wordt het geofferd, maar wordt het ook verdeeld aan mensen die het die behoefte zijn, armen, familieleden, vrienden. Dus belangrijk is om die deugden mee te nemen en ook dat in ons religieuze namen te praktiseren, om het zo te zeggen. Minister Noor Salim zei verder dat het feest een uitstekende gelegenheid biedt om relaties met buren, vrienden, kennissen, familieleden en vooral de minder draagkrachtigen in de samenleving te onderhouden. Bij de Idul Adha-viering vandaag hebben de verschillende moskeeën in Suriname vlees uitgedeeld aan onder meer familieleden, vrienden en kennissen, maar in het bijzonder aan de minder bedeelden in de samenleving.